Kiwanis Woerden heeft een wijnproeverij georganiseerd in het kasteel, waar bezoekers een groot aantal wijnen konden proeven uit verschillende landen. De opbrengst van de avond gaat dit jaar naar de speelgoedbank die Kiwanis in Woerden wil gaan opzetten. Wilma van Laar van Kiwanis. Ja. Wilma, kan jij kort uitleggen wat Kiwanis is? Ja, Kiwanis is een surfsclub. En wij hebben 20 leden en wij proberen geld in te zamelen of hands-on activiteiten te doen waar kinderen voordeel van hebben. Het is alleen op kinderen gericht? Ja, wij zijn op kinderen gericht. Wij willen zoveel mogelijk. Er zijn best wel meer surfsclubs en daarom hebben wij gezegd wij richten ons op kinderen. Het is ook een wereldwijde organisatie hè, die met name dus zich op kinderen richt. Helemaal wereldwijd, echt internationaal? Ja. Kiwanis is internationaal, ja. Ja. Vanavond is er een wijnproeverij. Wat gaat er precies gebeuren behalve wijnproeven? Nou, behalve wijnproeven, je hoort het op de achtergrond misschien wel. Er wordt al flink wijn geproefd. Wij hopen veel bestellingen binnen te krijgen. En door middel van deze bestellingen kunnen wij wat winst maken. En het bedrag dat wij ophalen is bestemd voor de speelgoedbank die we gaan oprichten. En wanneer gaat die oprichting plaatsvinden? Nou, die oprichting gaat plaatsvinden binnen nu en februari. Want op 10 februari is onze eerste uitdeling. Dus dan hopen wij al genoeg speelgoed ingezameld te hebben. En om dat ook weer uit te delen. Ik zal nog even uitleggen wat speelgoedbank inhoudt. Speelgoedbank, het is onze bedoeling dat wij gebruikt speelgoed inzamelen. Mensen hebben vaak heel vaak speelgoed over wat niet meer mee gespeeld wordt. En dat knappen wij op als het nodig is. En we hopen dat het zo mooi is dat het niet nodig is. En dat geven wij weer door aan mensen die het minder goed hebben. Die niet zoveel te besteden hebben. Geweldig. En de avond is nu een uur aan de gang ongeveer ruim. Ja. Hoe ziet het eruit? Nou, het is reuze druk. Iedereen is geanimeerd aan het proeven. We hebben al een paar bestellingen binnen. Maar dat wordt, tegen 10 wordt dat wel een stuk beter, denk ik. Wilma, heel veel succes gewenst. Ja, dankjewel. Heb jij verstand van wijn, Loes? Nee, niet echt heel veel. Maar ik ben wel een liefhebber. Van een wit wijntje lekker in het zonnetje. Of een rood wijntje bij een stukje vlees. Daar kan ik wel van genieten. En hoeveel ga jij vanavond bestellen hier? Nou, ik heb geen idee. Ik was net al aan het vragen welk wijntje is lekker. Wat adviseer je me? Maar ik vind het vooral ook een heel mooi doel. Want het geld, de opbrengst gaat naar, naar eigenlijk het hergebruiken van speelgoed. We hebben een voedselbank voor het voedsel. Maar er zijn ook heel veel kinderen en heel veel gezinnen die niet goed rond kunnen komen. En die heel weinig speelgoed hebben. En dat vind ik een ontzettend mooi doel dat dicht bij mijn hart ligt. En dat is eigenlijk ook de reden waarom ik hier kom. En dat we dan een wijntje mogen drinken is eigenlijk mooi meegenomen. Ik zeg alvast proost, Loes. Dankjewel. President van Kiwanis Woerden Jan Westhof zegt terug te kunnen kijken op een mooie avond met een prima sfeer en een prachtige opbrengst van 2500 euro.